leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je de nieuwe najaarsproducten van 2023 van Essence laten zien. De producten liggen alweer even in de winkel en ik heb weer een heleboel producten besteld die ik jullie ga laten zien. Die dus nu in het vaste assortiment zijn gekomen van Essence. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die je nu nieuw in de schappen kunt vinden, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zeg het eigenlijk altijd weer in deze video's en ik zeg het ook vooral voor de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal en misschien nog nooit zo'n video hebben gezien. Essence die heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate. De eerste update is meestal in februari, maart en dit zijn dan voorjaarsproducten. En dan heb je ook nog een update in augustus, september en dit zijn de najaarsproducten. En dit zijn dus producten die nieuw komen in het vaste schap. En ja, die eigenlijk gewoon altijd kunt kopen totdat ze besluiten dat die het assortiment gaan verlaten. Ik ga je dus nu de najaarsproducten laten zien. Ik ga de producten niet swatchen, want ik wil ze ook nog gaan reviewen op mijn blog. Maar wil je ergens een video van zien, laat het dan vooral eventjes weten in de comments. Ik zal de prijzen van de producten even in beeld neerzetten. Ik vertelde ook al dat ik de producten eigenlijk online heb gekocht. Ik heb één ding in de winkel gekocht. Het komt toch vaak voor dat ik in de winkel heb meegemaakt dat producten dan toch al geswatcht zijn. En ik heb het wel eens gehad dat ik het niet heb gecheckt en dat ik thuis kwam en dat ik dus een product had wat dus al gebruikt was. En dan moet je denken aan poeder. En dat stond me toch wel tegen dat iedereen er dan toch met zijn vingers aan zit. En er zijn nu wel weer testers. Maar dit was vooral natuurlijk heel erg aanwezig in de tijd dat er geen testers waren. Dus vandaar dat ik het tegenwoordig online bestel, ook omdat het vaak met korting kan. Maar goed, dat gezegd hebbende gaan we nu beginnen met de producten die je dus nieuw kunt vinden. Ik heb hier allereerst een nieuwe dip eyeliner. En dit is een waterproof variant, die zou 24 uur blijven zitten. Dat is deze. Zag er interessant uit, ik ben wel heel erg benieuwd. Heeft hij nog een naam gekregen? Nou, verder niet. Hij is gewoon zwart. Ik ben zelf wel fan van dip eyeliners. Je had ook een aantal eyeliners die waren in penvorm. Ben ik ook wel fan van, maar ik merk ook wel dat die best wel snel uitdrogen. We gaan eventjes kijken naar het kwastje. Ja, die is eigenlijk gewoon vrij basic. Niet heel bijzonder als je het mij vraagt. Ja. Nou ja, prima eigenlijk. Ik ben wel benieuwd hoe die in zijn werking gaat zijn. Gaat die ook echt waterproof zijn? Het kwastje is een beetje hard als ik hem nu zo terug in het potje doe. Dus dat is best wel fijn. Dus ik ben wel benieuwd naar deze. Ik heb volgens mij ook al de gewone variant eens gehad. En die vond ik wel heel fijn. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik hier uit de Hello Good Stuff lijn. En daar ben ik zelf heel groot fan van. De Bee Pace Oil Serum. Dat is dus gewoon een serum op oliebasis. En deze is gemaakt voor 98% uit natuurlijke ingrediënten. Je moet hem eerst goed schudden voor gebruik, staat erop. Ik ga heel goed op de producten uit de Hello Good Stuff lijn. Sinds ik wat ouder word, merk ik ook dat mijn huid steeds gevoeliger wordt. Ik kon echt vroeger alles gebruiken wat ik wilde, want mijn huid die reageerde er gewoon prima op. Maar de laatste tijd is dat helaas niet meer zo en mijn ervaring is dat de producten van de Hello Good Stuff lijn wel echt goed werken. Je kunt dit gewoon zo met een pipetje aanbrengen, dus dat ziet er prima uit. Ik kan even kijken wat er verder nog op staat, maar dat wordt heel moeilijk leesbaar. Hij heeft bijvoorbeeld geen microplastic deeltjes, minerale oliën, parabenen, siliconen en PEX, dus dat zit er allemaal niet in. Verder is het allemaal best wel klein, maar is het dus gewoon een serum op oliebasis. Dus ik ben wel heel erg benieuwd ook wat deze gaat doen voor mijn gezicht. Dan hebben ze een nieuw concealer paletje. En dit is het Conceal Like a Pro Color Correcting Palet. En ik had hem eigenlijk wat groter verwacht. Hij is nog vrij compact. Het is eigenlijk gewoon zo'n paletje. Waar dus verschillende kleurtjes met concealer in zitten, zoals je kunt zien. En deze hebben allemaal weer hun eigen functie. Een groene kleur die verbergt roodheden. En zo hebben ze eigenlijk allemaal hun eigen
functie. Ik weet zo even, deze de gele kleur die heeft de donkere kringen, kan die dus weer mooi oplichten. Oranje die doet ook weer donkere cirkels eigenlijk verbergen. En de paars die maakt het huid ook weer wat lichter en heeft een anti-dulness effect. Dus ik ben wel benieuwd. Ik heb wel vaker van dit soort paletjes gehad. Maar ik vond het wel leuk dat er weer een nieuwe was. Want het leek de laatste tijd niet meer zo in touw te zijn. Of in trek te zijn. Maar deze is dus nieuw en ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik nog een product uit de Hello Good Stuff line. En dit is een Skin Renewal Overnight Mask. Ik ben wel dol op maskertjes voor in de nacht. Die kun je lekker aanbrengen voor je gaat slapen. Hij zou hydrateren en ook een glowy effect geven. En is geschikt voor elke huid. En er zit avocadoolie, chia butter en retinol in. Er zit 50 ml in. Ook deze heeft weer 98% aan natuurlijke ingrediënten. Oeh, hij ruikt lekker. Hij heeft gewoon zo'n openingetje wat prima is. Ik ben dan ook wel benieuwd wat voor kleur die gaat afgeven uiteindelijk. Ja, de geur is wel lekker. Ook deze is weer vrij van microplastic deeltjes, mineralen, oliën, parabenen, siliconen en PEX. Maar hydraterend, dat spreekt mij aan, want dat kan mijn huid goed gebruiken. En ja, ik hou dus echt wel van maskers voor in de nacht, dus ik ben heel erg benieuwd. Dan hebben we twee nieuwe mascara's. En dit zijn de Lash Without Limits mascara's. En deze komen in twee kleuren. Ze beloven extreme lengte, volume en volume. Je hebt hem allereerst in een bruine kleur. De huls ziet er zo uit. Ik vind het er gezellig uitzien. Maar deze komen dus in twee kleuren. En dat vind ik dus wel heel erg leuk. Dus dit is een bruine variant. Ook wel eens een keer leuk voor een wat zachtere look. Ik heb nog helemaal geen bruine mascara. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ga even naar het borsteltje kijken. Het is niet echt het borsteltje waar ik meteen voor warm loop als ik zo kijk. Maar misschien werkt het wel goed. Je ziet ook overduidelijk dat dit een bruine kleur is. Dus het ziet er wel heel goed uit. Dus ik ben erg benieuwd. Ik ben dan ook wel erg benieuwd of die inderdaad ook echt gewoon lengte en volume gaat geven. Want ik heb wel vaker van dit soort mascara's geprobeerd. En ze doen niet altijd wat ze beloven. Dus dat is de bruine kleur. Geeft hij gelukkig ook heel duidelijk aan dat dit een bruine kleur is. Hier staat het ook dan op dat hij bruin is. En je hebt hem ook gewoon in de zwarte kleur. En de huls is verder hetzelfde. Alleen deze is dan ultra black. Dus ik ga er ook vanuit dat dit borsteltje helemaal hetzelfde is. Misschien dat we deze dan net iets beter kunnen zien. Nou, hij is verder helemaal hetzelfde. Maar hier zie je dus duidelijk dat het een zwarte mascara is. Ik ben erg benieuwd. Ik vind het bruin ook leuk. Zwart is altijd goed. Ik heb eigenlijk altijd zwart op. Maar ik ben wel benieuwd. Ze zagen er veelbelovend uit. Het kan verwarrend zijn dat ze twee dezelfde huls hebben. Maar mocht je willen kopen, dan kun je het heel goed natuurlijk onderscheiden. Omdat op de een duidelijk op staat dat het een bruine kleur is. Dat ligt er natuurlijk ook net aan welke kleur je wilt hebben. Dan hebben we een All About Blur. En dit is een skin balm. En dat leek me wel heel erg fijn. Hij ziet er zo uit. Hij komt in een tubetje. Hij zou fijne lijntjes en pores dus een beetje verdoezelen eigenlijk. Heeft een smoothing effect. En dat is eigenlijk wat hij zou doen. Ik ben benieuwd. Ik weet niet of hij dat echt gaat doen. Maar goed, we gaan dat gewoon natuurlijk ook gewoon proberen. Misschien. Oeh, die ruikt lekker, jongens. Kijk, hij heeft gewoon zo'n openingetje. Maar de geur is echt fenomenaal. Heerlijk. Ik kan hem niet zo goed omschrijven, maar hij is echt fantastisch. Ik ga heel even kijken wat er verder nog op staat. Het is jammer. Het is gewoon eigenlijk een verzachtende gezichtsbalsem. Die dus eigenlijk ervoor zou zorgen dat de
fijne lijntjes en poriën verminderen. Nou, ik ben benieuwd. Ik denk ook dat dit een heel fijn product is om toe te voegen aan je vaste gezichtsroutine. Denk ik dat je dit gewoon lekker aanbrengt na je dagcreme eroverheen gooit als je die gebruikt. Nou, ik denk dat het helemaal fijn is. Ik ben heel erg enthousiast. Alleen ook al door de geur. En het belooft veel goed, zou ik zo zeggen. Dan hebben we twee nieuwe oogschaduwpaletjes. En dit zijn die kleine paletjes. En die ken je misschien al wel, want die hebben ze al eerder gehad. Dit is allereerst de Trust Your Intuition. Het is dus echt een mini oogschaduwpaletje. Er zit ook maar 5 gram in. En achterop staat ook echt wel zeg maar hoe het er aan de binnenkant uitziet. En er staan ook de namen bij. Er staat verder niet zo heel veel op, behalve dat het een oogschaduwpaletje is. En het is heel leuk. Als je hem dan open doet, zitten er hier aan de binnenkant al van die tekstjes. En dan zijn dit de kleurtjes. Het zijn van die hele handige paletjes die je mee zou kunnen nemen, ook onderweg. Dit moet wel net je kleur zijn. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel uitdagend om hier wat mee te gaan doen. Wat ik heel leuk vind, als je heel goed kijkt, ik hoop dat hij dat vaststelt, zie je hier van die kleine afbeeldingjes erin staan. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk. En die tekstjes aan de binnenkant, dat vind ik ook super leuk. En dan hebben we ook Perfect Your Energy. Dat is eigenlijk precies hetzelfde paletje, maar dan met andere kleurtjes. Ook die achterkant is verder hetzelfde. Ook hier staan dan weer superleuke tekstjes in. En dan ziet deze er zo uit qua kleuren. Hier zitten ook weer die leuke tekentjes in. En ook deze kleurtjes vond ik er heel leuk uitzien. Het zijn gewoon echt van die handige paletjes om mee te nemen. Maar net wat ik zeg, de kleuren moeten bij je passen. Want het zijn best wel uitdagende kleuren. Ik weet bijvoorbeeld dat de vorige twee paletjes, die waren iets zachter. Maar ik vind ze er heel erg leuk uitzien, deze. Ze gaan ook makkelijk dicht. Ze zijn gemaakt van karton. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Ze zien er echt heel leuk uit. Dan heb ik hier een Jelly Sleep Mask. En deze is voor de lippen. Dus het is eigenlijk een lippenmasker. En die is dus een beetje jelly-achtig. Ik hou heel erg van lippenmaskers, moet ik zeggen. Ik ben er echt dol op. Ja, ik merk gewoon vooral in de wintertijd dat mijn lippen wat droger aanvoelen. Vind ik het gewoon lekker om 's nachts zo'n masker op te doen, zodat het de hele nacht kan intrekken. Oh, ruikt heel lekker. Heeft zo'n binnenkantje. Nou ja, god, het ziet er allemaal heel mooi uit. En het is dus een beetje jelly. En als ik er zo overheen kijk, zie ik ook inderdaad echt wel dat hij een jelly structuur heeft. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij gaat doen uiteindelijk voor mijn lippen. Ja, het ziet er leuk uit. Het ziet er goed uit. En je kunt hem dus gewoon gebruiken terwijl je slaapt. Dus ideaal. Om een beetje in de lippen te blijven, hebben ze ook 3 nieuwe lipolies. En ik ben best wel dol op lipolie. Ik ben het wel echt gaan waarderen. Dit zijn de Hydra Kiss lipolies. En ik heb hem allereerst in de kleur 03 Pink Champagne. Dat is een rode kleur. Ik zal hiervan ook eventjes de applicator zo laten zien. Hij belooft een hoge ja, shine. Een hoge, ja, hoge shine finish, zeg maar. Hij zou niet plakken. En ja, dat is het eigenlijk ook. Laten we de binnenkant even naar het applicatortje kijken. Het ruikt lekker. En kijk, dit is dus iets wat ik de laatste tijd veel bij SNC. Dat zijn die hele brede applicators. En ik moet er een klein beetje aan wennen. Maar als je er op een gegeven moment wat vaker mee gewerkt hebt, dan gaat dat eigenlijk wel goed. Maar het is wel eventjes wennen. Ja, ruikt lekker. Dus ik denk ook wel dat je een beetje kleur gaat zien. Het zal niet intense kleur worden, maar een beetje. Dan heb ik hier de 01 Kiss from a Rose. Dat is een beetje een roze kleurtje met een fijn glittertje erin. Nou weet ik niet of die lekker vaststelt voor jullie. Maar die is er dus ook super leuk. En dan heb ik de 02 Honey Honey. En die is oranje. Een soort ombre effect lijkt erin te zitten. Ziet er ook leuk uit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Er zit 4 ml in. Maar op zich doe je best wel lang met lipolie. En ook dit soort producten zou die weinig kleur geven. Vind ik lekker voor de nacht. Zodat het lekker kan intrekken. En je lippen gewoon weer lekker gehydrateerd zijn. Dus ja, super leuk ook.
Dan uit de Hello Good Stuff line heb ik de Skin Perfecting Toner. En dat is deze. Deze belooft de huid voor 80% te hydrateren. Is voor 98% gemaakt uit natuurlijke ingrediënten. Er zit 2% BHA en papaya in. Er staat ook iets bij dat het echt goed werkt na 14 dagen. Is vrij van microplastic deeltjes, mineralen, oliën, parabenen, siliconen en PEX. En heeft gewoon een basic opening. Ik ga hem niet schuin houden. Hij ruikt fantastisch. Echt heerlijk. Het is gewoon lekker om je huid mee te reinigen. Ik weet niet of je je make-up er ook mee af kan halen. Maar gewoon om je huid lekker te reinigen is dit echt ideaal. Ik hou hiervan. Gewoon de hydraterende producten. Dit zou ook zo'n product zijn die echt heel goed bij mijn skincare routine past. En die ik waarschijnlijk wel wil gaan toepassen. Want het ziet er gewoon echt heel fijn uit. Hij zou ook je poriën minimaliseren. En ik vind het er heel interessant uitzien. Ik ben heel erg benieuwd naar deze. Lijkt me echt heerlijk. Dan heb ik hier een Bright Eyes Under Eye Stick. En dat is deze. De vorige keer hebben ze ook al zo'n stick voor onder de ogen uitgebracht. En daar ben ik echt letterlijk heel erg enthousiast over. Die heb ik ook inmiddels toegepast voor mijn huid, voor mijn gezichtsroutine. Die was eigenlijk echt om de huid te hydrateren. Deze die geeft een brightening effect en verzorgt de huid. Kijk, deze is dan een beetje licht van kleur. En deze is dus ook heel handig als je geen make-up zou gebruiken. Maar je hebt bijvoorbeeld wat donkere cirkels om je ogen. Dan kun je wat van deze stick aanbrengen. Die kun je uitsmeren, dus of met je vingers of met een kwastje, wat jij wilt. En dan zie je er heel opgewekt uit, zonder dat je eventueel foundation of concealer moet gebruiken, wat misschien je ding niet is. Je kunt hem uiteraard ook gewoon toepassen onder je make-up routine. Maar omdat ik over die andere stick zo enthousiast ben, was ik ook wel heel erg benieuwd naar deze. Deze was ook heel snel uitverkocht, zag ik. Dus ja, ik ben benieuwd. Het zijn ook hele compacte sticks, dus ook ideaal om mee te nemen. Dan hebben ze het Loved Glow en Bronze paletten. En ik heb hier al twee andere paletten van en daar was ik heel enthousiast over. Dit is gewoon een highlighter en een bronzer paletten. Die beloven heel hoog gepigmenteerd te zijn. Je kunt de kleuren los van elkaar gebruiken, maar ook heel goed met elkaar mengen. En er zitten dus 3 producten in. En allereerst krijg je al zo'n hele mooie spiegel aan de binnenkant. Dan zijn dit de producten. Je krijgt dus een highlighter, een bronzer met wat licht reflecterende deeltjes en een echte bronzer. Ze hebben ook leuke namen gekregen en het ziet er gewoon heel erg mooi uit. En omdat ik over die andere paletten heel erg enthousiast was, wilde ik deze ook zeker proberen. Het zijn ook gewoon hele mooie paletten qua vormgeving. Ze voelen best wel groot aan, terwijl dat eigenlijk best wel meevalt. Want kijk, als je zo open doet, dan valt het best wel mee. Maar het zijn gewoon echt hele mooie paletten. Dus hier ben ik ook super nieuwsgierig naar, want ik hou wel van dit soort paletten ook. Dan heb ik hier een sugar scrub. En deze is voor de lippen. Zit in net zo'n potje als die andere, maar dit is dus eigenlijk een lipscrub op suikerbasis. Ik ben echt heel erg fan van lipscrubs. Ik vind het fijn, vooral omdat mijn lippen wat sneller droog zijn. Het is ideaal. Ik ga hem even opendraaien. Komt de geur vanaf, zo ziet het er dan uit. En ik ga ervan uit dat je eerst het bovenste laagje een klein beetje moet wegvegen. Maar als je heel goed kijkt, ik weet niet of de camera dat dus goed vaststelt. Als ik zelf kijk, zie ik al wel de scrubdeeltjes zitten. Ik ben dol op lipscrubs. Ik hou hiervan. Ik vind het fijn om dit soort producten te gebruiken. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig of deze ook zo goed gaat werken. Omdat ik echt goede ervaring heb met dit soort producten. Dan heb ik ook nog een cacao butter voor de lippen.
ook uit de Lip Care lijn. En dit is dus eigenlijk een lip butter. Ook heel fijn, vooral omdat het heel erg verzorgt ook. Er zit ook Sia butter in. En die zou je lippen dus gewoon heel erg verzorgen. Ik ga hem even opendraaien, want ik moet natuurlijk weer ruiken. Och, de geur komt me al tegemoet. Ik word hier blij van. Heeft zo'n schuine opening. Had ik al een klein beetje verwacht, eerlijk gezegd. Stel scherp. Hier komt het product dan uit. Is niet altijd even handig, want soms moet je heel hard knijpen. Het ruikt echt heel erg lekker. En lipboter is ook gewoon zo'n product wat gewoon heel fijn is. Ja, mijn lippen die zijn ook gewoon in de winterdag zo droog. Daar word je niet blij van. Dus ja, ook weer zo'n leuk product als je het mij vraagt. Dan heb ik een aantal nagellakjes. Ik ga ze weer even bij pakken. Deze komen uit de Holobomlijn. En deze hebben dus een holografisch effect. Hoe leuk is dat? Ze zien er zo uit. Ik heb een aantal kleurtjes. Ik zal even het kwastje laten zien. Kijk, heel basic, heel normaal. Maar de kleuren zien er echt heel veelbelovend uit. Dit is de kleur 01 Riding Holo. Dat is een beetje grijsachtig kleurtje. Ziet er leuk uit. Ik denk niet dat ik ze op volgorde pak. Dan hebben we hier 5 Holo Me Tight. Het lijkt een beetje paarsachtig. Soms is het een beetje moeilijk om te zien. Maar ja, op de nagels zul je uiteraard het verschil gaan zien. Dit is dan de 04 Hold It's Me. Schroom. Ook leuk. Leuk ook hoor, die holografische effecten. Dan hebben we hier 02 Holo Moly. Ja. Paars-roze-achtig, ook super leuk. Dan hebben we hier de 03 Holo. En dat is deze. Ook super leuk kleurtje. Ook weer een beetje paarsachtig. Dus ja, ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar deze kleuren. Ze zien er echt heel erg leuk uit. Dan heb ik hier nog een What The Fake Extreme Plumping Lip Filler. En dat is dus zo'n product wat in een doosje komt. En daar ben ik ook altijd wel heel nieuwsgierig naar. Even kijken of ik dat een beetje op een normale manier open ga krijgen. Want dat is niet mijn sterkste punt. Het lukt. Ook deze zou voor 96% een plumping effect geven. Dus ik ben heel erg benieuwd. Heeft gewoon zo'n verpakking. En ik ga ervan uit dat hier menthol in zit. En dat kan ik snel genoeg ruiken natuurlijk. Absoluut. Leuke kleur. Ziet er heel leuk uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe het effect op de lippen zal zijn. Want dit ziet er wel veelbelovend uit moet ik zeggen. Dus dat is vooral omdat hij loopt een beetje door. Van dat wit naar dat blauw. Dus dat ziet er gewoon heel erg leuk uit. Heeft verder ook niet echt meer een... hij heeft 02 Ice Ice Baby als naam. Nou, dat vind ik natuurlijk ook wel super passend. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ja, hij ziet er namelijk gewoon super leuk uit. Dus dat is ook wel weer spannend. Dan zijn we er bijna doorheen. Dan heb ik hier namelijk nog een oog- en gezichtspalette. En dat is het Bloom Baby Bloom. Paletten. En dat is deze. Die heeft dus ook gewoon hele leuke kleuren, alleen nog van de buitenkant. En hier zitten dus een spiegeltje in aan de binnenkant. En hier zitten dus wat oogschaduwkleurtjes in. Maar ook 3 producten voor het gezicht. We hebben een highlight, een blush en een bronzer. En dus 4 kleurtjes voor de ogen. Moet wel kleurtjes zijn die bij je passen, want ze zijn best wel donker. Maar het ziet er wel leuk uit. Ze hebben al vaker van dit soort palettes uitgebracht. Deze heeft de naam 02 Bloom Your Own Way. Maar net wat ik zeg, de kleuren moeten een beetje bij je passen. Want in het verleden hebben ze volgens mij wel andere kleuren hiervan uitgebracht. Maar ik vind hem er wel heel erg leuk uitzien ook. En het laatste product wat ik dan heb, dat is het Welcome to Cape Town Eyeshadow Palette. En dat is deze. Hier hebben ze ook al wel vaker palettes van uitgebracht. Het enige wat mij nu opvalt
En dat hadden de andere paletten wel. Die hadden een QR-code aan de voorkant staan. En daar kon je die kon je scannen. En dan kon je heel erg leuk een filtertje gebruiken. Die zie ik dus bij deze niet. Ik zie wel op elke product tegenwoordig een QR-code staan. Maar ik ga ervan uit als je die scant dat je gewoon op de site van Essence uitkomt. Spiegeltje, wat ik heel leuk vind, is dat die binnenkant dan ook doorloopt. Of de buitenkant loopt door naar de binnenkant. Dan zijn dit de kleurtjes. Het moeten wel weer kleurtjes zijn die bij je passen, want ze zijn wat extremer. Ik vind ze er super leuk uitzien. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hier en daar zie je bijvoorbeeld, hier zie je heel leuk een leeuwtje en een palmboompje staan. Dus dat hebben ze echt heel erg leuk gedaan. De andere paletten die ik daarvan heb geprobeerd, vond ik heel fijn. Dus ik ben na deze ook wel heel erg benieuwd van hoe dat dan gaat zijn. Er zitten matte kleuren in, maar ook shimmer kleuren. Dus ja, ik ben benieuwd wat deze producten uiteindelijk zullen gaan doen op mijn ogen, deze kleuren. Want het ziet er heel leuk uit. Dan waren dit de nieuwe producten van Essence die ik heb gekocht uit de nieuwe collectie. Er zijn uiteraard nog meer producten te vinden. Ik heb er ook een blogpost over geschreven. Ik zal de link van die blogpost wel eventjes in de beschrijving zetten. Zodat je even een kijkje zou kunnen nemen mocht je nieuwsgierig zijn wat er nog meer nieuw in het assortiment is gekomen. Ik heb gewoon producten gekocht waar ik zelf heel nieuwsgierig naar ben. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij ook al nieuwe producten uit de collectie hebt gekocht. Of dat jij hebt gedacht, er zit niet echt heel veel voor me bij je wat bij me past. Of misschien ben je uiteindelijk toch wel benieuwd geworden naar een aantal producten. Ik vond het in ieder geval weer heel erg leuk om jullie de nieuwe producten te laten zien. En ik heb heel veel zin om de producten ook te gaan gebruiken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!